wat zeg ik hier een keer? Daar beneden, ja. Oeh, maar kunnen we toch? Daar ben ik niet meer geweest sinds 1953, ja. Nee, dat had niks met de schoolstraat te maken, wel lang niet meer kind. Maar als je me nou vraagt, hè, aan wat dat mij doet denken, wel, dan zeg ik aan een kelder, ja. Het is daar vochtig, hè. Het is daar zelfs klam, hè. En die reuk die je daar hangt, die je ook niet uit de kleren, hè. Zwaar, hè. Nee, je kunt ook. Er was geen ontploffing gebeurd of geen brand of zo. Zo dramatisch was het nou ook weer niet. Maar weet je wat ik me aan je vraag, kind? Dat is waarom dat iemand gelijk als jij met een oud madameke over haar vuurpoep komt klappen. Hè? In mijn tijd deze, dan is het, mijn kind. En wat zeg je? Ja, het is waar. Je hebt overschot van gelijk. Dat is zeker dat ik het toe beloofd heb. Wel. 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 Daar was dus een jongen, ja. André de Maaier heette hem. Oh, kunneke, dat was een knappe gast, dat kun je niet geloven. Allee, dat vond ik toch, hè. En hij vond mij blijkbaar ook wel een sympathieke, ja. Want hij vroeg of dat ik op een schone avond eens met hem naar de cinema zou willen gaan. En hij zei dat de matoos zou komen afhalen met zijn spiek splinter neven. Otto, ja. Oh, kinneke, weet je wat? Ik probeer ik daarover te klappen, maar dat gaat niet. Ik kan dat echt niet. Echt. Ik heb me toen al gezeten, kind. Het is daar juist gelijk als in een kelder, hè, ja. Soms hoorde daar toch ook rare geluiden, hè. Gelijk als leidingen die kraken en zo, hè. En pas op, kinneke, want het is een plots waar dat biertjes kunnen vastgeraken, hè. Pas op, hè. Wel. Als er dan iemand komt om de boel te repareren en die mens die is buiten, ja, dan doe je die deur op slot, hè, kinneke. En je komt daar niet meer, hè. Je denkt daar zelfs niet aan, hè, wat zeg je? Dat je dat nodig hebt, ja, dat weet ik ook, ja, ja. Gelijk als ook ieder huis een kelder nodig hebt, oh ja. Anders lagen een patatjes op een slopkamer, het is waar, hè, kinneke. Hé, wat zeg je? Allee, het is goed, ja. Ja, ik zal het nog eens proberen, ja. Nee. De André die kwam mij dus afhalen met zijn spiksplinternieuwe Ford Tonus. Een witte, met 5 deuren. Nou, moet je weten, kinderen. De André, hè, dat was een hele lange mens. Ik was ook een lange, hè. Ja. Want met wat mijn onkel altijd tegen mij zei, kunt je hem, ga je het benen tot aan de oren, ja. En ik dacht dat dus nog als ik in die auto stapte. Hè. Ik denk, maar zie nou toch eens, wat een chique voiture. En toch is dat te kort voor mijn lange benen. Enfin, we gingen dus naar de cinema, ja. Ik weet nog heel goed welke film dat het was, ja, ja. Het was From Here to Eternity. Ja, ja. Een speciale film, zijn, hè. Er werd door de mensen veel over gesproken, zijn, hè. Want op een gegeven moment in die film, hè, lagen er 2 volwassen mensen, alsjeblieft, in hun badkostuum over elkaar zo te rollen, zo, in het schuim van de zee. Dat was wel heel speciaal, moet ik zeggen. Enfin, na de film, hè. Na de film zit ik dus in die auto en ik zat naar mijn knieschijven te kijken, ja, want die plakte werkelijk tegen dat dashboard, hè. Allee, ik zit zo wat vast en nu als kunneke toch. Geef een André maar daar een kus. Oh, geen gewone kus, hè. Een geweldige kus. Een Hollywood kus. Ja, zo'n kus van kom en pak maar. En toen gebeurde het dus, hè, kinneke, ja. Een vloed, ja. Wat zeg ik? Springta, ja. Een overstroming, als het ware. Los deur mijn onderbroekske op de zetels van die nieuwe fortuin is met 5 euro. Oh, kinneke toch. Het was geen pipi, hè. Nee, joh. Het rook ook naar niks, knallie. Dat vond ik toch, hè. Maar ja, de André die zei dat stonk, ja.
Ja. Hij zei dat stonk naar zure melk en dat ik plakken ging maken, zei hij. Op de zetels van zijn neven voortaan is met 5 deuren, ja. Hij vond me maar een vreemd en stinkend masker, zei hij. Ja, ik probeerde het hem natuurlijk uit te leggen. Ik zeg, maar André, wat mij hier is overkomen, ik weet bij God niet wat dat is. Ik heb dat nog nooit niet meegemaakt. Ik zei nog zo, André, misschien heeft het wel met jouw kus te maken. En ondertussen probeerde ik dat vocht op te deppen en ik met mijn klieken. Oh. Nou was dat dezelfde roosklieken, ja. Je kunt je voorstellen hoe dat eruit zag met al die vochtplakken erop. Dat was niet om aan te zien, absoluut niet. Enfin, de André die brengt mij dus naar huis. Hè. En die heeft van heel de weg geen woord meer dan ook, geen woord niet meer tegen mij gezegd, hè, mijn kind. Ah, wel. Toen dat de matoos aan ons verder heeft afgezet, hè, en heb ik de portier van die fortuinus dichtgesmeten en ik heb ineens mijn boutique vergoed gesloten. Ja. Daar is nooit meer iemand geweest, hè, mijn kind, maar nooit meer, hè, wat zegt hij?